een heel onveilig gevoel. En dat duurt al 13 jaar. Het huis is dichtgetimmerd. Er hebben van de winter hebben de krakers of zwervers ingezeten. Ik vind het gewoon heel erg asociaal hoe mensen met spullen omgaan en dan ook nog eens indirect met andermans spullen. Verdrietig, wanhopig, wat is daar het juiste woord voor? Ja, verdrietig weet ik niet. Ja, het is natuurlijk te triest voor woorden dat er een gemeente die achter je zou moeten staan gewoon niks doet. Zo'n man van hiernaast, nou ik weet niet wat zijn beweegredenen zijn. En nu? Ja, dat is een hele goeie. Ja, geen idee. Want iemand zal met een oplossing moeten komen. Maar dat is niet vanuit ons. Of niet vanuit de mensen aan de andere kant. Het zal of bij de gemeente vandaan moeten komen. Of bij de eigenaar van dit pand. Ik zat op de bank. En ik hoorde op een gegeven moment een heleboel gerommel hiernaast. Dat zijn we natuurlijk niet gewend, omdat er al zoveel jaar niemand woont. En ze hadden dus de ramen weer ingetrapt, deuren opengetrapt. En toen hadden we dus jeugd binnen die geen idee wat ze aan het doen waren. Ja. We hebben zelf op een gegeven moment de voordeur dichtgetimmerd en de brievenbussen dichtgemaakt, want het heel onveilig, vuurtje stoken, vuurwerk naar binnen, noem het maar op. Politie die extra controles uitoefende. Het is een spookhuis. Is de keuken en de bijkeukens, de keuken van mijn moeder en de bijkeuken van het pand nummer 46 zitten aan elkaar vast en daar lagen ineens sigarettenpeuken en sigarettendoosjes. Dat ik dacht van dit klopt niet, hier is iets aan de hand. Nou, gelukkig de eigenaar van nummer 48, Sven, had dat wel in de gaten, die had ook gestommel gehoord en november, december, zijn er dus een aantal zwervers in terechtgekomen. En mijn moeder heeft 3 jaar terug in een gesprek wat we hadden met naaste buren, om toch eens te vragen wat hij nou van plan was. Want hij had al beloofd, ik heb nog meer panden en zodra die klaar zijn, dan ga ik dit opknappen. Nou, hij komt gewoon geen enkele belofte na. En toen we in dat gesprek 3 jaar terug zaten, zei hij dus doodleuk tegen mijn moeder. Ja, ik wacht gewoon tot u doodgaat. Want dan wil ik het huis wel overnemen, wil ik het wel kopen. En dan ga ik er appartementen van maken. En als de andere van het rijtje van 6 woningen er ook uitgaat, dan koop ik alles tegelijk. En dan krijg ik een hand waar je aan de bel trekt. Met de heer Kerkamp van, wij kunnen er niks aan doen, wij kunnen er niks aan doen. Maar ze hebben het wel gesloten. Ze hebben het wel gesloten. Dus dat doen ze wel, maar voor de rest zeggen ze, nee, wij kunnen niks, want het is een pand van een particulier eigenaar. Dus wij kunnen niks. Word je daar moedeloos van? Ja, enorm. En mijn moeder had ook geen rechtsbijstandsverzekering, ik heb die wel. Dus die ga ik ook aanschrijven, contact mee opnemen, zodat die
zodat ik aan die kant ook kan kijken wat nog mogelijk is. Want de waarde van deze woning ten opzichte van een woning die normaal bewoond is aan de andere kant, ja, is natuurlijk behoorlijk lager. Hoe nu verder? Ik weet het niet. We vangen steeds nul op request. De gemeente geeft geen sjoega. De eigenaar geeft geen sjoega. Het zal dus denk ik via de rechter moeten. Ik denk ook dat het de enige oplossing is. Nou, hieronder zit een muur die ons scheidt. En als je bij mij aan de binnenkant gaat kijken, dan zie je ook dat de schimmel doorslaat. Ja, dat komt allemaal hier van het dak af. Aan die zijde. Ja, dat is gewoon niet tegen te houden. Door de slechte situatie hiernaast is er dus ook lekkage ontstaan, precies op de naad van de panden 44-46. Maar ja, goed, dat moet je dan zelf weer laten maken. Nou, zoals je hier ziet zit er nogal wat schimmel op de muur. Stukwerk wat loslaat. Dat komt allemaal van de andere kant waar de dakpannen ontbreken. Ja, het vocht doorslaat. En ja, hier begint het mee. Nou, op een gegeven moment zijn ze dus via deze achterdeur zijn ze naar binnen gekomen. En dan hoor je geluid. En dan merk je op een gegeven moment dat er toch zwervers in zijn komen slapen en doen. Nou, dat is heel onplezierig, want wat maken die niet voor bende ervan?